Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vertel, wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je? Nou, ik ben Bart van Wijzen, ik kom uit Pijzen. Ik ben 13 jaar. Oké. En je tennist waarschijnlijk. Ja. En denk je dat we het droog houden vandaag? Ik weet het niet. Ja, het ziet er wel dreigend uit, maar nou ja, goed. We hopen er het beste van, hè? Ja. Oké, heb je er een beetje zin in? Ja. Ja? Oké, mooi. Heb je een goede nachtrust gehad? Ja. Heb je een beetje goed voorbereid? Ja. Veel getraind? Ja. Ja? Ja. Extra getraind voor dit toernooi? Ja, dat wel. Hoeveel uur train je dan per week? Normaal 16. 16 uur? Ja. Voor en na schooltijd? Want ik hoorde net iemand die gewoon 5 uur 's ochtends opstaat om nog voor school te gaan trainen. Ja, ik train altijd van 8 tot 10 's ochtends. Van 8 tot 10 's ochtends? Oké, dus jij mag eerst de 2 uur spijbelen altijd van school. Ja, relaxed. Ja. Dat is fijn. Ja. En heb je er wel eens helemaal genoeg van? Of ben je gewoon, ga je er helemaal voor altijd? Ja, ik ga er wel helemaal. Dus jij wil echt professionele tennisser worden? Ja. Oké, hartstikke goed. Ja. Dus zometeen moet jij gaan spelen tegen Alexander, heb ik gehoord. Ja. Wat denk je? Je hebt al eventjes volgens mij tegen hem mogen inspelen. Ja. Nou, hoe schat je je kans in? Ja, ik denk dat het wel een leuke wedstrijd wordt. Oké. Maar denk je dat je gaat winnen? Ja, ik hoop het wel. Ik weet niet. Je durft geen voorspelling te doen. Nee. Nee, dat is ook heel verstandig hoor. Maar het zal wel een spannende wedstrijd worden waarschijnlijk. En hoe is het je bevallen om op gras te spelen? Op zich wel fijn. Oké. Was je niet helemaal kapot aan het eind? Nee. Het schijnt best wel zwaar te zijn op een gegeven moment. Maar dat viel mee. Dat viel wel mee? Ja. Oké, gelukkig. Ja. Nou, stel dat je wint. Ja. En dat je doorgaat en dat je naar ergens ver weg mag. Dominicaanse Republiek. Ja. Ja, hoe lijkt je dat? Ja, heel leuk. Ja, dat zal wel. Ja. Hoe lijkt je het om... Ben je wel eens ooit zo ver weg geweest? Of, Nee, dat niet. Oké, dus dat is al een heel avontuur op zich, natuurlijk. En tegen andere kinderen spelen van over de wereld. Ja. Dat is misschien nog wel het beste, of niet? En wie is je allerfavoriete tennisspeler van de wereld? Ik denk Tsonga. Wie zeg je? Tsonga. Oh, Tsonga, oké. Ja. En waarom? Nou... Ik vind zijn spel ook al mooi. Dus. En kijk je er altijd heel goed naar, hoe die alles doet? Ja. En dat pik je dan een beetje? Of, ja. Ja? En werkt dat een beetje? Jawel. Oh, wat goed. Ja. Nou, blijf het doen. Ja. En veel succes vandaag. Ja, bedankt. Oké. En ik ga duimen dat het droog blijft. Ja, ik ook. Oké. Goed zo. Ja.